Ja, wat heb ik gemaakt? Zou het bijna nu zeggen als een soort nieuwe stroom, een nieuwe horizon. Een nieuwe kantelpunt in een soort nieuwe schilderkunst. Die zich dus afbeweegt van het statische doek of iets wat beschilderd is. En wat zich eigenlijk richt op een, ik wil het bijna ruimtelijke schilderkunst noemen. De handeling van dingen vouwen maakt dingen ruimtelijk. En dan heeft het ook niet meer nodig dan zijn eigen vouwen. En zo krijg je hele eerlijke, eenvoudige, open structuren die voor mij in een soort vreugde en een vrijheid zijn. En ik denk dat ik dat aan de wereld wil geven. Dat kunst niet een soort zwaarmoedigheid hoeft te zijn, maar ook vreugd en liefde en energie kan uitstralen. En dat heeft de wereld wat mij betreft wel nodig op dit moment. Dus.